bedrijven werden stilgelegd en kregen een Duitse verwalter. Dat betekent een toezichthouder, een beheerder. Dus de Joodse eigenaren werden verjaagd, weggezet. En er kwam een beheerder op te zitten die een zaak waarnemen voor de Duitsers. Het was een belangrijke economische factor in Almelo. Ja, veel fabrikanten, veel ondernemingen. Ja, zeker, absoluut. De Joodse bedrijven waren heel belangrijk voor de oorlog. En wat vindt u zelf van het idee van de stolpersteinen, dus de herdenkingstenen? Ja, fantastisch. Een geweldig initiatief van die Günter Demnig uit Berlijn, die Duitse kunstenaar die dat bedacht heeft. En ontzettend goed dat men hier in Almelo een stichting heeft die geld inzamelt om elk jaar, één keer per jaar, weer een aantal van die stolpersteinen, struikelstenen in het Nederlands, om die te kunnen plaatsen. En heel veel Almelo's die daar geld aan doneren, dus dat is fantastisch. Het huis was vaak door anderen bewoond, door NSB'ers of anderen. Hun bezittingen waren allemaal in beslag genomen in de oorlog. Wel geregistreerd, daar waren de Duitsers maar goed in het registreren. Alles werd opgeschreven. Maar het was allemaal weg. Hun bezitting was weg, hun geld was weg, hun huis was weg. En, maar veel erger, heel veel familie was weg. De manier waarop de Joden die uit de onderduik of uit de kampen terugkwamen en hoe ze hier zijn opgevangen, dat is echt beschamend. Dat is zo slecht geweest. Niet alleen, ze kregen geen enkele ondersteuning, maar ze kregen nog naheffingen van de belasting over de tijd dat je in onderduik hebt gezeten. Nou, dat kun je je niet voorstellen. Zelfs het Rode Kruis stuurde rekeningen voor verleende hulp. Dus het was heel slecht geregeld. En dat heeft ze bepaald niet toegeleid. Ja, kijk, heel veel Joden kwamen terug en ze waren alles kwijt. Hun woningen waren kwijt, de inboedels, de inventarissen van de woningen waren weg. Bedrijven waren afgepakt. Ze moesten zichzelf maar zien te redden, hoe ze alles weer terugkregen. Steun van de overheid was niet te verwachten. Ter herinnering aan de weggevoerde Almeloze Joodse stadgenoten is op de Joodse begraafplaats aan de Boerderstraat een prachtig monument gekomen. Hier staan alle namen op van mensen die in de Duitse kampen zijn vermoord. Van de 265 stadgenoten, Almeloze Joodse stadgenoten, zijn er slechts 6 teruggekeerd.